Charles Darwin beweerde in de 19e eeuw al dat aanpassen aan veranderende omstandigheden de enige manier is om te overleven. Dit geldt ook voor organisaties, nu meer dan ooit. Want er verandert nogal wat. Door de opkomst van internet en social media zijn er nauwelijks meer beperkingen aan de beschikbaarheid van kennis en informatie. Tegelijkertijd ontwikkelen medewerkers nieuwe werkvoorkeuren. Hierdoor worden organisaties gedwongen tot slimmer werken. De huidige traditionele manier van werken raakt achterhaald. De vraag is, hoe kan het anders? Het nieuwe werken kan een oplossing bieden. Het nieuwe werken staat voor een nieuw type organisatie waarin medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk werken, worden aangestuurd op het behalen van resultaten, vrij toegang hebben tot kennis en informatie en arbeidsvoorwaarden kunnen aanpassen aan persoonlijke voorkeuren. Klinkt aantrekkelijk, hè, dat nieuwe werken. Maar werkt het ook? HR-strategiebureau Bright & Company heeft in opdracht van Stichting Management Studies bij ruim 20 organisaties onderzoek gedaan naar hun ervaringen met het nieuwe werken. Bij al deze organisaties zien we beweging op 3 terreinen. Bricks, Bytes en Behavior. Bricks. Het kantoor is ingericht als inspirerende ontmoetingsplek. Medewerkers kunnen kiezen uit verschillende type werkplekken voor verschillende type activiteiten. Bytes. Door gebruik te maken van moderne technologie is het mogelijk om op afstand te werken, virtueel samen te werken en snel informatie uit te wisselen. Tot slot Behavior, de meest uitdagende van de 3, maar tevens de belangrijkste. Hierbij gaat het namelijk om veranderingen in aansturing en gedrag. De overgang naar het nieuwe werken is een ingrijpend verandertraject en vraagt om visie en overtuiging. Sommige organisaties willen op voorhand exact weten wat het oplevert. Zij willen eerst zien en dan geloven. Andere organisaties starten er gewoon mee, vanuit het geloof dat het goed is voor organisatie en medewerkers. Uiteindelijk wil iedereen resultaat zien. Aan de kostenkant is dat evident. Besparing op huisvesting of reis- en verblijfkosten zijn de eerst zichtbare resultaten. Daarnaast zien we een stijging van de betrokkenheid van werknemers en een aantrekkelijker werkgeversimago. Ook zijn er indicaties dat het nieuwe werken de productiviteit verhoogt. Er is nog geen hard bewijs dat het nieuwe werken daadwerkelijk bijdraagt aan verbeterde samenwerking, het effectiever benutten van kennis en het versterken van innovatiekracht. Hard bewijs of niet, de bal ligt bij u. Kunt u het zich veroorloven om niet te investeren in het nieuwe werken?